Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. Ik ben René Telen, ik ben eigenaar van Best Fit, opgericht 1,5 jaar geleden. Met het idee om op een bepaalde manier met mensen bezig te zijn op het trainingsgebied. Waarbij we heel belangrijk vinden aandacht, motivatie, resultaat. Dat mis je gewoon in de fitnesswereld. Maar dat vind ik echt het belangrijkste kernpunt naast het sporten. Uiteindelijk de klant wel zelf doen. Alleen wij proberen daar de mensen in te helpen. De visie van Best Fit is om onze klanten in een aangename omgeving te laten trainen, zodat ze eigenlijk een gewenst resultaat kunnen dragen. Tijdens je intake doen wij een aantal metingen, gewicht, vetpercentage, bloeddruk. We bespreken dingen door of er op medisch gebied een aantal beperkingen zijn. En uiteraard bespreken we de doelstellingen van de klant die ze graag zou willen halen. Of dat nou afvallen is of aankomen is of vetpercentage verliezen of gewoon lekker sporten, dat kan het natuurlijk. En van daaruit gaan we een programma opstellen waarbij we dus gebruik maken van een digitaal trainingssoftware systeem die ons eigenlijk monitort hoe de klanten kunnen trainen. De klant kan het volledig volgen en dat kunnen wij terugkijken in rapportages. Mogelijkheden bij Best Fit die zijn gericht op sportgebied natuurlijk. Mensen kunnen hier onbeperkt komen trainen. Dus dat kan zijn krachttraining, cardiotraining, oftewel fitness. Groepslessen kunnen ze volgen. Daarnaast starten wij vanaf 1 augustus met fysiotherapie. We doen aan zwangerfit, we doen aan mamafit. Los daarvan hebben we een ondersteunend programma op voedingsgebied. Dan organiseren wij nu een aantal activiteiten buiten de deur. En zo proberen we eigenlijk voor iedere leeftijd wel iets te organiseren. Niemand is verplicht om mee te werken, maar ja, ik denk dat mensen kiezen voor Best Fit, met name omdat dat stukje begeleiding en motivatie erbij zit. Na 1,5 jaar kan ik denk ik wel zeggen dat we dat redelijk voor elkaar hebben. Ik denk dat we heel trots mogen zijn dat we dat kunnen bewerkstelligen, samen met mijn team.